Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe video. Dus dat is grappig, maar ik ben in ieder geval nu 8 maanden later weer terug. En ik ga het met jullie hebben over de vlogs die afgelopen weekend online zijn gekomen. En de Bermuda driehoek? Bermuda driehoek bestaat niet. Hier in de vlog. Meer kutvlog. Nee, het is een hele leuke vlog. Er zijn afgelopen weekend 2 vlogs online gekomen. Ik heb niks aan zien hoor. Oh, maar dan gaan we toch even zo staan of zo? Nee, maar dat is niet zo handig, want dan zie je andere mensen. Kom, we gaan wel zo staan. Heb je nog eens wat je net deed? Want vloggen, dat is altijd iets, dan moet je op een dag iets te doen hebben. Als je een hele dag ziek op bed ligt, dan kan je niet vloggen. Ik maak wel weekvlogs. De 2 vlogs die bijvoorbeeld afgelopen weekend online waren gekomen, dat waren weekvlogs. En ik vond het zelf heel leuk om die vlogs te maken. Hoi, wil je nog wat vertellen? Dat is best wel een standpunt. Ik dacht door de overheid. Maar ze zijn al wat ouder, want ik heb ze nog gemaakt toen ik nog gewoon op school was. Het is vandaag zondag, de laatste zondag voor de toetsweek. Toen heb ik die vlogs gemaakt. En ik vond ze heel leuk geworden. En dat kwam vooral doordat Noah, die ook in de vlog zat, die deed heel leuk in de vlogs. En de Bermuda driehoek? Bermuda driehoek bestaat niet. Alles is nep. En dat vond ik leuk. Die heeft echt de vlogs een stuk beter gemaakt. Even een trucje doen? Ja. Ja, een beetje achteruit gaan. Zo lit! En ik heb hem daarna afgelopen natuurlijk ook zeker nog even voor bedankt. Hotdog of een broodje kip haalt, of broodje frikandel. Ga ik wel een keer voor jou doen, omdat jij altijd... Ik ben lastig. Wat? Hij doet mijn administratie, dus dan... Dus jij moet ook in de vlog en dan word jij ook. Wil jij ook een keer broodje? Nee, ik ben ook manager, maar misschien... En ik had hem de video's nog even doorgestuurd. Ik ga nog een keer wat lekkers voor hem kopen, want het is een beetje hetzelfde als bij een film. Als je bij een film een acteur hebt... Een acteur die in de film speelt, dan is het ook logisch dat je soms die acteur even betaalt. Weet je, ik ga jou betalen voor deze rol. Hoeveel moet je hebben per vlog? Maar ik kan ook per vlog. Ja. Als het alleen onder schooltijd is, tientje. En deze vlogs, de 2 vlogs die online waren gekomen, waren best wel random. Want in plaats van dat ik 1 dag vlog en dan een hele dag me er echt op focus, heb ik... Een beetje van 5 schooldagen de leukste momenten uitgekozen. En die kwamen in de vlogs. Ja, kijk, dit bedoel ik. Hoe kan daar water in komen? Hoe kan dat? Ik snap dat niet. En toen dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, die voice-over in je vlog. Maar waarschijnlijk vindt verder niemand er iets aan. Vindt verder iedereen de voice-over vervelend. En toen ben ik gaan lezen in die beschrijving. Nee, in de reacties van die vlog. En toen zag ik. Ik ben helemaal niet de enige die die vlogstijl grappig vindt of leuk vindt. Nee, het is goed zo. Maar hoe leuker een vlog voor mij wordt, hoe meer editwerk ik er ook in wil steken. Omdat hoe leuker hij wordt, hoe vaker ik hem zelf ook terugkijk. Toch. Zijn we al het opnemen? Ja. Nice. En ik weet dat veel YouTubers het niet doen. Maar ik kijk al mijn video's kijk ik altijd 1 keer terug. Omdat ik ze altijd gewoon heel grappig vind. En... Niet filmen, dit is drugs. Oh ja, natuurlijk. En een leuke video terugkijken is altijd leuk. Ik gok dat iedereen wel video's heeft die hij wel vaker aanzet. We gaan even springen met de fiets, ja. Maar nadat ik in Kerst met Frodo merkte dat ik over bepaalde uploads daarin niet zo tevreden was, dacht ik van Frodo Power 2.0 is geen goed idee. Toen begon ik ergens rond maart met het afschaffen van 2 cruciale series op mijn kanaal. De ene serie was de vlog trailer. En dat betekende dat... 2 dagen voordat een vlog online kwam, er altijd een trailer online kwam. Lacking all emotion, staring down the barrel way.
Met daarin een paar grappige beelden al uit de vlog. Maar ook nep, is gewoon een Nederlander. Ja, die zie je niet. Die zie je niet. Het serieuze is dat elke dag een concept bedacht moet worden. En nu heb ik die concepten. Wat best wel grappig is. Dus op elke vrijdag komt er een mannen lezen de vrouw online. Tenminste, ik dacht dat dit blad de vrouw was. Maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam veranderd heeft. En dan serieus, terwijl ik nog maar 2 afleveringen van deze serie gemaakt heeft, hebben ze de naam van de vrouw veranderd naar Zomer. En pas na de zomer wordt het weer de vrouw. Nou, mannen lezen de vrouw. Het concept, even simpelweg uitgelegd, is dat ik het blad De Vrouw, wat nu tijdelijk De Zomer heet, lees. Het is een blad van De Telegraaf. En dat lees ik en daar geef ik mijn mening over. Ik zou dat eigenlijk over letterlijk elk blad kunnen doen. Maar het idee van de vrouw zat erachter omdat het de vrouw heet. En de woordspeling mannen lezen de vrouw dan heel grappig is. Hoop ik. Oké, dan komen er elke zaterdag en zondag komt er een vlog online. Die zie je niet. Die zie je niet. Oh. Zo, hier kunnen we heel even filmen. Snel, zeg iets leuks. Zuur verdiende euro. Ja, en het onderwijs, is dat links of is dat rechts? Dit is F Spring. Ja, weet het wel. Je doet geen paper. Oh, lid! Ja, later man. En dit is eigenlijk de video waarin ik een beetje heb verteld over die vlog. Hoe dat tot stand kwam. Welke keuzes ik maak bij een vlog. De vlogs die vind ik leuk. Elke maandag komt er of een Harmen Frodo mega vlog online, of er komt een aflevering van The Beginning online, of er komt eens in de maand een parody of een diss track online. Dus dat is nogal een gevarieerde dag. Dan komt op elke dinsdag een Frodo reaction online. En welkom bij alweer de 8e aflevering van Frodo reageert. En vandaag gaan we reageren op best wel een hele bijzondere video. En de Frodo reacting, dat zijn letterlijk Frodo reageert. Ja, ik ben Harmen Frodo en ik reageer op dingen. Wat eigenlijk het simpelste concept is wat iemand ook maar kan verzinnen. Hoi, Frodo reageert op dingen. Ik kan ook gewoon op een boek gaan reageren, bijvoorbeeld. Frodo reageert op Broederband. En dat is leuk. En dan elke woensdag komt mijn nieuwe, bijna favoriete serie online. Die heet De Adelaar is geland. Duitse paratroopers die het lukt om Winston Churchill te ontvoeren aan het einde van de oorlog. Het klinkt als een van de grootste complottheorieën aller tijden. En dat is het ook. Vandaag is deel 1 van De Adelaar is geland online gekomen. En deel 1 van De Adelaar is geland heet Dit is de grootste complottheorie ooit. En De Adelaar is geland is een film die gaat over de grootste complottheorie ooit. En dat is namelijk de theorie dat Duitse soldaten het lukt om Winston Churchill te ontvoeren van Londen naar Berlijn. December 12, 1943. German paratroopers snatched Mussolini from his mountaintop prison in Italy. Tot een beetje een schok tot de hele wereld lukte dat. Inspired by the rescue of his ally, Hitler ordered an even more daring bid to capture his greatest enemy. Wat zou er op de donderdag geüpload worden? Nou, donderdag is morgen. En morgen om 4 uur komt Hooglichten online. Aflevering 1 van Hooglichten. En Hooglichten is eigenlijk highlights vertaald naar het Nederlands. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet. Lacking all emotion.